Dit is L1 Cultuur. Het gaat slecht met de koren in Nederland. Steeds meer koren die moeten ermee ophouden omdat ze geen leden meer hebben. Maar met het Pancratiuskoor in Heerlen, daar gaat het heel goed mee. Die krijgen er steeds meer leden bij zelfs. En dat is te danken aan koorscholing. Dat zijn een soort workshops voor leden in spe. En los. Dan komt hij samen en... Juist, dat is het. Nog een keer los. Nog een keer in. Koorscholing probeert te bereiken dat mensen op een laagdrempelige wijze heel snel kunnen leren het gebruik van een stem, de ademhalingstechniek, een beetje het beeld krijgen van, wat doet een dirigent tijdens een koorscholing en dat ze snel geïntegreerd kunnen worden in een koor. En dat het leuk is. En dat het hartstikke leuk is. Of Pancratius in de goede jaren meer dan 100 leden. We hebben heel lang nog rond 80 leden gezeten. In 2009 waren we ook inmiddels terug tot ongeveer 50 en misschien iets daaronder, dat weet ik niet meer. En de actie in 2010 en 2011 hebben we ruim 30 nieuwe leden opgeleverd, zodat we nu weer rond de 80 zitten. En dat is ongelooflijk. Ik ben lid geworden van het zangkoor omdat ik de advertentie had gezien. En ik heb vroeger altijd in zo'n zaten harmonie gezeten. En ik wilde toch weer een avond hebben dat ik met muziek bezig was. Adem in. Mijn zangcarrière is begonnen toen ik heel jong was. En de baard nog niet in de keel had. Toen zong ik in het jongenskoor bij de Matthäus Passion. En ik moet zeggen dat ik toen dat heel erg leuk vond. Maar toen kwam de baard in de keel en toen dacht ik, nou, dit is voor eeuwig niet meer mijn hobby. En daar is een jaar of ruim 50 jaar overheen gegaan. En nu zei mijn vrouw van, ja, volgens mij kan je wel zingen. Het is hartstikke leuk om met nieuwe mensen te werken. Ja, ik denk ook dat het goed is, dan krijg je zelf ook weer nieuwe energie. Ja, hier nieuwe energie door. En als je ziet dat zo'n koor groeit, dat is fantastisch. Als je dan ziet dat het leeft. Dan willen we nu overgaan tot installatie van een aantal nieuwe leden die aan de workshop hebben deelgenomen. Dat waren er 15. Mag ik jou dan als eerste onderscheiden met ons insigne van Pancratius, ten teken van de installatie dat je erbij hoort. En bij deze lid van het Koninklijk Nederlands Mannenkoor Pancratius. Ik vind het geweldig. Er is een hele grote warmte. Als je bij het koor bent, heb je ook gelijk een chaperone, noem ik het maar. Maar je hebt een coach die al langer bij het koor is. En die een beetje met de muziekstukken meehelpt en zegt van... nou mag je gaan en nou is het even rustig aan dimmen. Voor jou ook als trouwe zanger inmiddels gebleken. Volle inzet en we hopen ook voor jou veel plezier te beleven binnen ons koor. Hartelijk welkom. Dank je wel. Ik heb een hele mooie koorscholing gehad. Ik heb er heel veel van opgestoken. En ja, zingen, dat maakt echt een mens, naar mijn idee, heel gezond. Adem. Geweldige hobby. Ja, ik hoop er nog jaren plezier van te hebben. Zeker toekomst voor de koren, zeker weten. Je moet laagdrempelig werken. De muziek moet aantrekkelijk worden. Dat wil zeggen, er zijn ook genoeg muzieken waarin mensen zich kunnen herkennen. En als je zeker kijkt naar deze tijd, zijn er genoeg muziekstukken te vinden die die mensen aanspreken. Met deze nieuwe leden, ruim 30, en onze nieuwe enthousiaste dirigent, John Gerards, waar we mee bezig zijn, programma te verbreden en ook te vernieuwen en te verjongen. Al die elementen, denk ik, is een mooie opmaat voor ons 135-jarig jubileum.